Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Consolideren hernieuwde relaties centraal tijdens bezoek president Bolsonaro. Aanpassen loonbelasting, mede mogelijk vanwege financiële meevaller. Minister Ramdin ziet potentie in ambassadeurs voor Guyana, Brazilië en België. Openbare werken neemt meetstation Coroni in gebruik. En wegomlegging tijdens bezoek staatshoofden. Het consolideren van de hernieuwde relatie staat centraal tijdens het bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aan Suriname. Het staatshoofd dat op donderdag 20 januari arriveert, zal met zijn team bilaterale gesprekken voeren met Surinaamse ambtgenoten. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat er in de afgelopen periode heel wat zaken zijn gerealiseerd in de relatie Suriname-Brazilië. Nou, laat me beginnen te zeggen dat naast president Jair Bolsonaro ook de president van Guyana hier zal zijn. Dus dat is een unicum. Wat we bedoelen met een hernieuwde relatie is omdat Suriname voor bijna 10 jaar langzaamaan is gegaan naar volledige isolatie. En ik weet dat men dat niet wil toegeven en niet wil beamen. Ik heb geen moeite daarmee, maar deze regering is van plan om alle relaties naar een nieuwe hoogte te tillen. En dit is een nieuwe hoogte voor Suriname. Want nog nooit is een Braziliaanse president naar Suriname gekomen, specifiek om gesprekken met ons te voeren over de bilaterale relatie. Dit is voor het eerst. Inderdaad, in de afgelopen periode zijn 2 Braziliaanse presidenten geweest. Ik was er toevallig zelf ook bij. Maar dit is dus uniek, maar daar gaat het niet om. We zijn niet hier om te wedijveren tussen regeringen. Het gaat om het land Suriname. En dit is belangrijk voor Suriname. Op het puur politieke niveau hebben we uitermate goede discussies gehad over in welke richting de regionale samenwerking moet gaan. En dan bedoel ik over het feit dat de regionale integratieprocessen, de samenwerking tussen de verschillende landen op Zuid-Amerika, eigenlijk een beetje afwezig is vanwege het feit dat UNASUR zo goed als niet meer bestaat en andere vormen van integratie zijn niet gelukt. Nu zijn er 2 initiatieven. ProSUR, dat wordt sterk geleid door Colombia en een aantal andere Zuid-Amerikaanse landen. Daar hebben wij een goede relatie mee. Binnenkort zal ik in Colombia zijn om ook aan een ProSUR-meeting deel te nemen. Maar daarnaast bestaat ook CELAC. Dat zijn de Latijns-Amerikaanse landen bij elkaar met CARICOM erbij. CELAC is enorm actief op dit moment. Argentinië is voorzitter geworden. Dus wij verwachten dat in CELAC-verband veel gedaan gaat kunnen worden. Maar Brazilië is ook geen onderdeel van CELAC als zodanig. Dus het is voor ons goed om naast CELAC, ook met het grootste Zuid-Amerikaanse land, regelmatig te praten over de politieke stand van zaken. En dat kan gaan over het milieu. Dat kan gaan over regionale samenwerking. Dat kan gaan over democratie en rechtsstaat in Zuid-Amerika of in Latijns-Amerika. De situatie in Venezuela, de situatie in Nicaragua, de problemen in Haiti. Brazilië heeft een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan Haiti in de afgelopen decennia. Dus er is een zekere mate van loyaliteit. Daarnaast praten we natuurlijk over wereldontwikkelingen. COVID-19, de problemen rondom armoede, maar ook het heropstarten van onze economieën. Dus dat zijn interessante discussies geweest met mijn collega van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn we begonnen om te praten over een verbreding van onze technische samenwerking naar andere gebieden. Veiligheid, defensie, maar ook op een stuk van volksgezondheid. Er wordt al veel gedaan op een stuk van landbouw, veeteelt en visserij. Ook op andere terreinen wordt er nauw samengewerkt. We willen dat ook uitbreiden op een stuk van ICT, informatie, communicatie, technologie. Dus daar hebben we al heel wat gedaan. Ook op het stuk van onderwijs wordt er veel gedaan. ABC, zo heet hun ontwikkelingsorganisatie. Met ABC zijn wij het land in de wereld met de meeste projecten.
met Brazilië. Dat geeft aan al het belang. Maar we willen niet alleen technisch bezig zijn. Dus de nieuwe gebieden zijn, naast het politieke, is ook investeringen. We hebben reeds gesproken met Brazilië over samenwerking op het stuk van olie en gas. En ik kan u zeggen, er zijn gesprekken geweest tussen Petrobras als gevolg van deze gesprekken en staatsolie. Wij zien een delegatie komen die bestaat ook uit oliedeskundigen. En dus dit is een van de belangrijke gebieden van samenwerking. Het laatste punt is de strategische samenwerking naar de toekomst toe. Wij gaan er misschien niet meer zijn, maar wat wel onderdeel moet zijn van onze inspanningen, is ervoor zorgen dat we iets achterlaten voor de toekomstige generaties. President Santokki zegt altijd, hij werkt niet aan een volgende verkiezing, maar voor een volgende generatie. Nou, die generatie wil dat we goed werk doen om een economie te hebben waarop men voort kan bouwen. Nogmaals, de landen gaan blijven, wij gaan er misschien niet meer zijn, maar uw kinderen en kindskinderen gaan wel een land willen hebben waarop men kan voortborduren. Nou, die lijnen worden nu uitgezet. En we gaan daarvoor een speciale ontmoeting hebben gedurende dit bezoek. Het aanpassen van de loonbelasting is een van de maatregelen van de overheid om de samenleving tegemoet te komen als het gaat om koopkrachtversterking. Op deze manier is het voor de regering ook mogelijk een financiële meevaller evenredig te verdelen. De directeur der belastingen, Ismaël Kalaykan, legt dit als volgt uit. Je moet het zien als het hoofd van het gezin. En als hoofd van het gezin wil je hebben dat al je gezinsleden het goed hebben. Ja toch? Ook al zijn ze stout, je wilt ze toch wel iets geven. Ook al zijn ze lief, je wilt ze iedereen netjes behandelen. En toen de tijd is gezegd, maar luister, we gaan offers moeten opbrengen. Toch? Er zijn allerlei maatregelen genomen die een beetje zwaar zijn overgekomen bij de bevolking. Maar we hebben tegelijkertijd als overheid gezegd, nee, maar de Mofina Wana mag vieren toen ziet ook. Alles maar bedragen bij, maar. En toen is die overbruggingstoeslag gekomen, de koerscompensatie, kinderbijslag is omhoog getrokken, we hebben de on- en minvermogende, of zeg maar zware huis, moeilijke huishoudens. Die toelages, die uitkeringen zijn omhoog getrokken. We hebben ook AOV omhoog getrokken. Dus u ziet het, een pakket aan maatregelen. We hebben toen gezegd, ook maar de brede schouders, solidariteitsheffing, je moet ook bijdragen, toch? Dan hebben we dit allemaal kunnen doen. En nu hebben we wat wij noemen een meevaller. Dit jaar verwachten we een meevaller. Misschien hebben we het ook al gerealiseerd. Dat wil zeggen, iets wat we niet hadden gerekend, krijgen we. En dat geld gebruiken we dan om dat gat wat er ontstaat doordat je minder belasting ontvangt, willen we het hiermee dekken. Dus nadeel van de staat, ja. We hebben, het nadeel van de staat is eigenlijk, die meevaller hebben we niet, zeg maar, een hoorfeest aan gaan man. Moet je terug naar volk. Als je dat als een nadeel wil zien, nou ja. Ik zie het niet als een nadeel, ik zie het als een herverdeling. Ja toch, als hoofd van het gezin, iets is wat extra, dat kop praten in Nangaliti, Mindri, Alasma. Enorm belangrijke missies die we hebben te volbrengen. Zo sprak minister Albert Ramdien op dinsdag 18 januari na de beëdiging van de Surinaamse ambassadeurs voor Guyana, Brazilië en België. De bewindsman ziet potentie in de diplomaten om Suriname op een waardige wijze te vertegenwoordigen. Dus we gaan voort met de benoeming, de detachering van ambassadeurs in verschillende landen. Vandaag is het geweest de Surinaamse ambassadeur in Brazilië, mevrouw Angela Ramkissoen.
de Surinaamse ambassadeur in Guyana, mevrouw Lisselle Blankendaal, en onze ambassadeur in Brussel, in België, wordt meneer Gilbert van Lierop. Dat zijn drie jonge Surinamers die allemaal over goede capaciteit en kwaliteit te beschikken om die belangrijke taak voor ons uit te voeren in het buitenland. Ze zijn allemaal getraind. Twee van ze komen uit de diplomatieke dienst. Laten we dat nadrukkelijk stellen. Zijn uit BUSA, uit voormalig BUSA. We zijn blij dat deze Surinamers beschikbaar zijn en dat ze dus gekwalificeerd zijn bevonden om Suriname te vertegenwoordigen in het buitenland. Zoals de president heeft aangegeven, is het belangrijkste doel en het belangrijkste werk dat zij moeten verzetten, is Suriname op een waardige, productieve wijze uitdragen in het buitenland. Dat vereist heel wat werkzaamheden op het stuk van de politiek, van de diplomatie, maar zeker ook op het stuk van het aantrekken van buitenlandse investeerders, van technische bijstand, maar ook het vergroten van de Surinaamse markt voor onze producten. Dus er valt veel te doen op alle drie missies. Het zijn belangrijke missies voor ons. Twee van ze zijn de buurlanden, Brazilië en Guyana. En Europa is belangrijk. En in Brussel, in België, zit het hoofdkantoor ook van de Europese Unie. Dus enorm belangrijke missies die we hebben te volbrengen. Ik ben wederom erg blij dat we deze Surinamers zo kunnen inzetten. En ik verwacht veel van hun. Ze zijn zeer gemotiveerd, zeer goed gekwalificeerd. En ik hoop dat ze ook alle ondersteuning krijgen van de Surinaamse gemeenschap in binnen- en buitenland. Het ministerie van Openbare Werken heeft in Koroni een nieuwe Automatic Weather Station in gebruik genomen. Deze faciliteit is van eminent belang voor dataverzameling. In totaal zullen er twee van zulke meetstations in geheel Suriname worden geplaatst. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de UNDP en de Europese Unie. Eigenlijk is dit een heel goed gevoel voor Koroni, minister. Dat wij kunnen beschikken over ons meetstation. En ik zal het wel kort houden. Ik moet van hieruit mevrouw Massi en haar team ook bedanken. U gaat niet willen geloven, binnen één dag hebben ze dit opgezet. Applaus voor mevrouw Massi en team, graag. En ik heb de heer van Meteorologische Dienst ook al, de directeur ook al gezegd van Koroni, Osorgoji, Aschoma, van gedeelte visie. En u ziet dat het er prachtig uit. En ik wil u bedanken. En gelooft u mij, wij zullen als Koronian ervoor zorgen dat het intact blijft. Thank you. Inderdaad, ik ga u zeggen, toen ik de mededeling kreeg dat we zouden openen, heb ik gisteren de Raad van Ministers gelijk geïnformeerd dat we in Koroni morgen, dus vandaag, een state-of-the-art onderzoekstation openen. En de directeur heeft het al gezegd, deze stations worden niet alleen door ons gebruikt. We worden internationaal gebruikt voor onderzoek om de gevolgen van klimaatverandering te voorspellen. Maar ook gewoon, als wij naar die Koroni komen, welk uur is het weg dat het niet regent of wel regent of zon. Kan je allemaal met dit instrument doen. Dus vanaf nu kan iedereen online zien en volgen elke seconde hoe het weer en klimaat zich in Koroni gaat gedragen. En mevrouw Massi heeft dat gezegd, Koroni is de enige plek in heel Suriname waar je dit klimaat hebt. En een bijzonder klimaat voor bepaalde landbouwproducten, etc. We gaan ook hier OE'ers stimuleren, jongeren stimuleren, om te kiezen voor dit beroep. En dit beroep is aflezen, analyseren van data en dergelijke zaken. Daarvoor kan je naar het NATEN gaan om zo'n opleiding te volgen van Meteo Hydro. En wie weet, kom je eens een keer ook bij OE werken, toch? Maar natuurlijk, deze weet ik dat traditie zijn ook jaloers geworden. Want ze horen nu in Koroni één instrument. Dus alle deze wil ik zeggen, geduld. Ik heb één ding beloofd. Zonder dat ik wist dat deze projecten zouden komen. Maar waarschijnlijk ben ik beloofd dat elk district gaat zijn kans krijgen. En ik ga, laat me zeggen, OB gaat in elk district iets doen. Dus we gaan ook naar de andere districten. Dat is gezegd, zitten er allemaal zo'n meetstation. Ik heb begrepen ook Tafelberg. Ja. Dus het verre binnenland krijgt ook zo'n geweldig meetstation. Dus ik vraag een beetje geduld.
Want traditie zegt nee, ik bied met 3 maten 4, maar is niet waar. Is verkeerd begrepen. Ik vraag het ook. Want alles kost geld, alles kost organisatie. Maar we gaan alle districten helpen met het project. Dat is het beleid van openbare werk. En ik bepaal het beleid niet, het is de regering en het personeel. Dus het werk loopt. Dit is een onderzoekstation. Onderzoek behoort ook tot het werk van openbare werken. Het is niet alleen wegen maken, bruggen maken, sluisdeuren maken, etc. Maar dit is een van de vierde directoraat aan mogelijkheden voor ons personeel. En we zijn hier ook op bezoek in Coroni om ons werk te reorganiseren. Dus alle OW'ers die bij ons zijn, gaan we inzetten, diversificeren met verschillende taken en werkzaamheden. In verband met het bezoek van president Jair Bolsonaro van Brazilië en president Mohamed Irfan Ali van Guyana zal het verkeer voor enkele uren worden omgelegd. Het gaat om de grote combiweg Henk Aaronstraat, Sommersdijk en Kleine Waterstraat, van Rooseveltkade Grote Combiweg en Kleine Dwarsstraat, Leemsteeg. Deze wegstrekkingen zullen op donderdag 20 januari vanaf 5 uur 's ochtends tot en met vrijdag 21 januari tot 2 uur in de middag niet toegankelijk zijn. Op weggebruikers en personeel van omliggende kantoren wordt het beroep gedaan hiermee rekening te houden. Tevens wordt verzocht de bevelen en aanwijzingen van de politie stipt op te volgen. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en een hele mooie avond aan u toegewenst. Goedenavond.